Ja, voorzitter, de ophef was groot toen vorig jaar al bekend werd dat de douanetop een onderzoek naar corruptie binnen de eigen organisatie had getorpedeerd. Daar is veel om te doen geweest en terecht. De onderzoekscommissie heeft gezegd wij stoppen, we kunnen niet verder. We hebben een conceptrapport, dat was inmiddels de derde conceptversie, de opdracht geven we terug. Het derde concept is wel overhandigd aan het Rotterdamse OM. Dat heeft het OM ook bevestigd, onder andere aan RTL Nieuws. Dat is er dus gewoon. De officier van justitie, althans de tijdelijke officier van justitie, heeft ons vorig jaar ook verteld dat hij inderdaad het onderzoek heeft gezien. Wat er eerst niet was. Wat er later wel weer was. Wat we nu volgens de onderzoeker niet schijnen te mogen zien, wat ook complete onzin is, omdat de Tweede Kamer het wel al te zien heeft gekregen. Nogmaals, iets wat al schimmig was, wordt steeds en steeds schimmiger. Waarom krijgen wij als Rotterdamse Raad na een raadsbreed aangenomen motie van vorig jaar geen onderzoek, geen inzage, bedoel ik, in een onderzoek wat wel wezenlijk raakvlakken heeft met A, onze grootste banenmotor, en B, een van de grootste problemen waar we als stad mee te maken hebben, dat is de onveiligheid die iedere dag optreedt in relatie tot drugscriminaliteit. Waarom krijgen wij geen inzage in een rapport wat laat zien waar een van die problemen zit, waar onze haven zo lek als een mandje zou kunnen zijn? Iets waarvan de hoofdonderzoeker, een van de meest vooraanstaande criminologen die Nederland kent, zegt, hier moet een parlementaire enquête naar komen. De Tweede Kamer heeft inmiddels het concept gezien en zij zijn geschrokken. Het rapport daar was geheim. Ik heb de openbare reactie van de Kamerleden mogen lezen. Die loog er al niet om. Waarom hebben wij als Rotterdamse Raad een informatieachterstand als het gaat om zoiets wezenlijks? Dat is iets wat voor ons onbegrijpelijk is. We willen daarom samen met het CDA nogmaals de burgemeester oproepen om zich tot het uiterste in te spannen om ons inzage te geven in dat conceptrapport.